welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een Spanje vlog en dit wordt de laatste, want dit is mijn laatste dag hier in Alicante, Spanje, in mijn uppie. Ik heb heel eventjes een vlogbreak gehad. Het is nou vrijdag. Ik heb maandag tot en met donderdag niet gevlogd, dus 4 dagen gewoon even genieten van waar ik ben in plaats dat ik heel tijd moet vloggen en editen. Want afgelopen week heb ik letterlijk elke dag gevlogd voor jullie. Jullie hebben niet echt iets gemist. Ik ben vooral gewoon naar het strand gegaan en zo. 1 dag had ik wel een beetje spijt dat ik niet had gevlogd, want toen ben ik letterlijk 1 uur gereden naar een hele andere plek. Guala iets of zoiets. En daar ben ik naar een prachtig kasteel gegaan, naar watervallen. Het was zo mooi en het enige waar ik aan dacht was, oh my gosh, ik had echt moeten vloggen vandaag. Dit was zo leuk geweest. Maar dat was de enige dag waarvan ik echt iets had van, oké, jammer dat ik vandaag niet vlog. Voor de rest hebben jullie niet echt iets gemist. Ik ben een stuk bruiner, zoals je kunt zien. Dus ja, het is vandaag dus de laatste dag en ik dacht, nou, dan ga ik het vandaag nog afsluiten met ook een laatste vlog. Het is nu al wel wat later. Het is 2 uur in de middag. Ik ben pas letterlijk om 12 uur opgestaan. Ik heb net mijn Sephora make-up video gefilmd. Die staat al online op mijn kanaal, mocht je hem willen zien. Daarin heb ik alle Sephora make-up getest die ik dus in een andere vlog had gehaald. En het is echt goed gegaan. Zoals je kunt zien, wat ik op mijn lippen heb is deze lip mousse van Rare Beauty in de kleur Fearless. Deze is echt mooier dan dat ik had verwacht. I love it. En voor de rest heb ik vandaag nog niks gedaan. Wat is mijn planning? Ik heb niet echt een planning. Normaal heb ik altijd wel een planning, maar vandaag, laatste dag, ik dacht dit wordt gewoon vandaag gewoon heel chill. Ik ga sowieso nog naar de mediamarkt. Ze hebben hier een mediamarkt. Dat wist ik niet eens. Zoals jullie weten ben ik een aantal dagen geleden mijn AirPods verloren. Ik heb al 2 pogingen gedaan om ze te halen. 1 keer naar een Apple winkel, die was dicht. 1 keer naar een andere winkel, waar ik gewoon letterlijk niet heen kon met de auto, want elke straat was afgesloten door het grote feest wat nou hier is. Dus vandaag wordt poging 3 om AirPods te kopen, jongens. Oh my gosh, hoe moeilijk is het om ze te halen? Dus vandaag ga ik naar de mediamarkt. Als het goed is, heb je ze daar. En als ze ze daar niet hebben, nou dan echt F my life, dan ben ik er echt klaar mee. Want de AirPods die ik heb gehaald, die jullie hebben gezien in de andere vlog, deze van 40 euro, dit zijn geen echte AirPods. Ik dacht, deze zijn vast wel even goed. Het rechteroortje doet het gewoon niet. Het rechteroortje wil ook niet opladen. Hij is gewoon echt kapot. Ik heb geen zin om terug te gaan, want het is echt een ramp om daar te belanden, omdat dus alles is afgesloten. Dus ja, die 40 euro ben ik gewoon nou kwijt. Dus nou had ik iets van, weet je, ik haal gewoon de echte AirPods. Ik ga dus morgenochtend vliegen naar huis en dan moet ik ze echt hebben voor in het vliegtuig en zo. En ik gebruik ze ook altijd om te bellen. Dus ze zijn best wel belangrijk voor mij. Dus ja, dat is wat ik ga doen. Ik ga ook vanavond hier het huis opruimen en alles gewoon klaarmaken voor mijn vertrek, want ik vertrek morgen al om 8 uur heel vroeg. Dus dat is het enige wat ik vandaag heb gepland. Maar ja, dat is allemaal zo gedaan en ik heb nog een hele dag. Dus ik denk dat gewoon terwijl ik vandaag mijn dag leef, ik gewoon kijk wat ik nog kan doen vandaag. Misschien nog wat plekjes gaan exploren die we nog niet hebben gezien. En ik neem jullie weer gewoon gezellig mee vandaag. Dus ik ga me nou aankleden en dan gaan we naar de mediamarkt. Jullie gaan echt stuk om mij, maar ik heb gewoon gisteren Taco Bell hier besteld. Gaat iemand mij stoppen met mijn Taco Bell? Zelfs in een ander land haal ik het nog. En ik heb nog iets over. Want ik had ook nog extra een quesadilla besteld. Deze. Dus ik denk dat ik die nu ga eten. Oh jongens, ik heb nog allemaal snackjes en zo. En ik heb nog maar 1 dag. Dit moet allemaal op vandaag. Ook nog allemaal chippies, nootjes. Een beetje opwarmen in de pan. We hebben nog steeds geen magnetron. Want ze hebben al 100 keer de verkeerde geleverd. Dus ja, de magnetron hier is een proces. Weer lekker eten op het balkon. Ik heb ook deze snoepjes gehaald in een snoepwinkel. Deze zijn zo lekker. Die ga ik hierna eten. En wat drinken en lekker genieten van de zon. Nou, dit is echt een van de weinige keren dat ik echt eet thuis met lunch en zo. Maar ja, ik had het nog en ik dacht, ja, het moet op. Dus ik ga er gewoon lekker mee lunchen. En dan hierna gaan we op pad. Ik zal jullie weer eventjes laten zien wat ik aan heb. Deze nude top heb ik gehaald bij H&M hier in Spanje. Deze witte shorts is van Shein. Deze witte sandalen. En deze nude tas. Die is ook echt heel leuk. Dus dit is mijn look voor vandaag. Jongens, kijk hoe bruin ik ben geworden. Kijk mijn benen. Jongens, echt. I'm gonna lose it. Echt waar. Ik wil dus naar de mediamarkt gaan. Is die toch gesloten vandaag? Omdat het weer een of andere feestdag is. Dit is nou al poging 3 om AirPods te halen. Hoe moeilijk is dat? Jongens, kan ik gewoon AirPods halen in mijn leven? Oh my gosh. Wat ga ik nu doen? Ik heb geen idee. Ik heb ook echt geen enkele planning vandaag of zo. Nou, oké dan. Godzijdank heb ik het gezien op tijd. Want van hier naar daar was een 20 minuten trip.
Dus ik heb godzijdank niet 20 minuten voor niks gereden. Anders was ik echt helemaal over de rooien geweest. Oké, nou ben ik in mijn auto. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga er even over nadenken. A few moments later. Oké, ik dacht misschien is er een andere winkel of zo. Maar echt letterlijk elke winkel vandaag is gesloten. Als ik dit had geweten was ik gisteren gegaan. Ik was gisteren gegaan naar een andere winkel. Maar daar kon ik dus niet parkeren. Dus bijna elke winkel is vandaag gesloten. Ik was ook over aan het nadenken om te gaan winkelen. Maar... ja, alles is dicht en het is weer gewoon een grote rotzooi hier. Ik heb vandaag ook niet echt zin in het strand, want daar ben ik ook al 100 keer naar geweest. Er is hier wel in Alicante, is er een soort van kasteel, bergtop iets, is iets. Misschien kan ik daarheen, kunnen we daar even gaan rondloeren. Ik denk dat ik gewoon mijn auto ga parkeren, daar zo. En dan gewoon ga kijken of we daarheen kunnen. En gewoon een beetje wandelen en dan maar gewoon kijken waar we vandaag belanden. Vandaag is het echt een blind avontuur. Hier gewoon rondrijden is al zo mooi. Kijk hier allemaal die boten die je nou niet meer kunt zien. Kijk hier allemaal. Allemaal zo zomers. Kijk al die palmboompjes. Oké, dat daar helemaal boven. Dit hier is waar ik heen wil. Dus ik weet niet hoe ik nou vanaf hier daar kom. Maar dat is waar ik in wil. We gaan denk ik gewoon via het strand. Kijk even het strand. Het is vandaag echt heel druk. Bijna iedereen vandaag is vrij. Het is zo druk. Maar ik ga niet naar het strand. Ik ga daarheen. Wat ik mij ook nou besef is, ik ben al wel naar het strand geweest. Maar ik heb nooit dit hele pad afgewandeld. Dus nu zie ik ook weer een beetje iets nieuws ofzo. Oké, ik denk dat daar de ingang is. Daar zo. Dus hoe kom ik van hier naar daar? Geen idee. Ik kan gewoon lekker hier oversteken. Ik ga stuk. Misschien is hij dicht. Is hij wel open? Het kasteel is ook dicht. Oh my gosh. Oké. Alles is dicht vandaag. Ik kan letterlijk niks doen. Ik dacht dat dat misschien wel zou kunnen. Maar het is dicht. Online staat ook gewoon het is dicht. Dus nu ga ik weer hier wandelen. Het is nu 4:30. Ik had gewoon naar het strand moeten gaan. Er zijn niet echt andere opties. Ik denk dat ik gewoon even iets ga drinken of zo aan het strand dan maar. Of nee. Ik ga nog even wandelen op boulevard. Gewoon even gewoon rond. Kijken. Ik ben weer bij de boulevard bijna. Het is zo druk om 4:30. Normaal is het hier niet zo druk, maar nu is iedereen vrij en zo een feest. Dus ja. Kijk even dit. En er is hier allemaal muziek en zo. Hele band. Ze zijn net klaar met muziek maken. Zo leuk dit allemaal. Ik loop even verder. We zijn weer op de welbekende boulevard. Je kunt het zien aan de grond. Ik ga helemaal wandelen tot helemaal zo daar achter. Helemaal achteraan bij de boulevard waar ik nou heen loop, heb je ook een ijsplekje waar ze echt de lekkerste ijs ever hebben, waar ik al heen wil vanaf dat ik hier ben. Dus daar ga ik nu heen. Kijk, hier heb je ook allemaal van die soort van kraampjes en zo, waar je gewoon van alles kunt halen. Waar ik nu niet echt iets ga halen, want ik ga letterlijk weg over een dag. Dus ja, maar wel heel leuk. Kijk hoe leuk. Je hebt echt van alles. Hier ook. Ik heb hier wel eens een keer iets gehaald uit. Hier heb je ook dit ding hier. Daar hebben ze ook vaak muziek en zo. Ik merk wel dat het nou hier iets minder druk is. Dat vind ik wel fijn. Want ik ga altijd op zoek naar een plek waar het ja, iets minder druk is. Want ik ben alleen. En hoe drukker het is, hoe ongemakkelijker het is als je alleen bent. Nog meer leuke kraampjes. Alles is hier ook echt spotgoedkoop. En deze kraampjes zijn echt gewoon de hele dag open. Hier is de haven. Kan ik dat ook wel laten zien. Je kunt ook zo hier helemaal zo wandelen. En je hebt ook allemaal gewoon terrasjes en zo daar. Dus hier staan alle boten van alle rijke mensen. We gaan weer terug. Kijk hoe cute het is. Zo mooi wit. En hier is het dan waar ik heen wil. Dit mini gebouwtje hier. Daar hebben ze de lekkerste ijs ever. Zo mooi. Al die planten hier en zo. I love it. Jee, daar is het. Maar ook vandaag is het hier druk. Kijk al die ijs. Oh my gosh. Ik hou van chocolademint. Not takeaway. Cannot take ice cream. Oké, weird. Sorry. Oké, heel raar. Maar het was daar helemaal vol. Ik wilde gewoon ijs halen en mee wandelen. En gewoon weggaan. En dat mocht niet. Ik mocht geen ijs meenemen. What the F. Ik wandel nu hier. Ook hier is het weer heel druk. Ik heb geen ijs. Geen drink. Dus ik ga echt even op zoek naar een plek waar ik gewoon iets wel kan halen. Oké, ik denk dat ik richting de haven ga. Want ja, hier is het gewoon echt heel raar. Ik ga nu hierheen. Hier kijk ook dit allemaal echt heel leuk voor als je kinderen hebt of zo. We gaan naar de haven. Kijk al die boten. Alles is wel hier dicht. Ik weet niet hoe ik hier moet wandelen. Ik wandel gewoon zo. Ik vind het nog steeds echt weird AF dat ik niet gewoon ijs kon meenemen. Zij zei alleen maar no takeaway, no takeaway. Dus ik vroeg gewoon echt van mag ik gewoon ijs op een horentje gewoon en dan loop ik erdoor. No. Like, hoezo no? Waar heb je het over? Ik hoef daar niet te zitten of zo. Alles was vol, I know.
ik wil het gewoon meenemen. Is dat allemaal no takeaway? Dus je mag geen ijs op een horntje meenemen. Oké. Okay. Nou, helemaal daarheen gewandeld voor niks. En het is ook echt een partij warm, jongens. Ik ga gewoon het eerste beste terras die ik zie, ga ik op. Oké, ik zie hier een terrasje. Misschien ga ik gewoon daar. Ja, mensen, ik ga hierheen. Mensen, kijk even dit uitzicht. Echt super mooi. Ik ga stuk. Kijk even hoe ik aan het glitteren ben. En dit allemaal door de Huda Beauty Nymph Body Glow. Die is niet meer te koop, helaas, maar super mooi. Kijk wat ik allemaal heb besteld. Lekkere chocolade met gesmolten ijs, want zo heet is het. En deze cocktail. Dit is een piña colada of zoiets. Een cocktail. Alleen zonder alcohol. Echt super leuk. En je kunt hem ook gewoon halen in een normaal glas. Maar als je iets extra betaalt, dan heb je dit hele ding. Deze was 12 euro. Best wel duur, maar ik vind het wel heel leuk. En het is echt heel groot. Dus ook echt heel mooi met dit uitzicht zo. Ik weet nou ook verder niet echt wat ik ga doen nu nog vandaag. Want ja, alles is dicht en zo. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes hier ga hangen. Een beetje bellen. TikTok video's kijken. En dat ik gewoon daarna gewoon ga wandelen. Ik denk dat het gewoon vandaag een wandelontdekkingstocht wordt. Maar het is ook al wel 4 uur. Dus ja, whatever. We zien wel. Ik ben weer aan het wandelen. Daar is die ijsplek waar ik niks mocht halen. Ik ga nou gewoon hier de straatjes in en kijken. Daar is de boulevard achter mij. Dus ik loop hierheen. Ik hoor daar heel veel muziek. Dus ik wandel gewoon daarheen. Deze muziek hier, hoor je dat? Kijk hoe gezellig. Wat, kijk dit. Hier is gewoon een heel groot plein of zo. Het is zo gezellig hier, like what. En ik hou van Spaanse muziek, dus ja. Jongens, kijk dit straatje. Het heeft allemaal zo van die grote paddenstoelen, kijk. Zo leuk. Kijk even dit. Dit is zo groot. Deze straat is ook weer super druk. Deze paddenstoel. Dit is zo cute met een slakje erop. Oeh, schoenenwinkel. Deze zijn wel gewoon open. Kijk, nog meer paddenstoelen. Ook hele kleintjes, maar ook grote. Kijk dit. Op een grote paddenstoel. Het is hier net de Efteling. Kijk, het is echt zo'n mini huisje. Je kunt er ook gewoon echt in gaan. Ik ga stuk. Dit is echt te schattig. Oké, de straat is klaar. Ik kom weer nou aan bij de andere straat. Kijk deze bomen hier. En hier middenin is een klein restaurantje zo. Iedereen is exen hier. Kijk hoe druk het gewoon is op de wegen. Alles is gewoon afgesloten. En weer terug op de boulevard. Zoals je kunt zien aan de stenen. Zelfs de eetplek waar ik altijd heen ga daar zo. Die is gewoon vol. Terwijl normaal is die iets minder vol. Vandaar dat ik er altijd heen ga. Maar ook die is gewoon vol. Dus echt alles is vol. Maar ik heb geen honger of zo. Dus ik denk dat ik het nou al heb gezien eigenlijk. Kijk ook even hoe mooi dit gebied hier is. Dit is vlakbij ons huis. Ook echt super duper mooi. Je kunt zo daar ook wandelen en daarachter ook allemaal. Gewoon alles hier is gewoon mooi. I love it. Ik sta hier gewoon letterlijk om foto's te maken van mezelf. Oeh, het is me hier ook weer gelukt om wat leuke fotootjes te maken. Ik ben thuis. Tijd voor een beetje YouTube en chill. Ik heb nog een croissantje en wat drinken. Dus ik ga eventjes wat uitrusten. One eternity later. Mensen, oh my gosh. Gaan jullie geloven dat ik in slaap ben gevallen? Ik was aan het YouTuben en ik ben letterlijk in slaap gevallen. Oh my gosh, het is nu al 9 uur. Nou, daar gaat de rest van de dag. Niet dat ik nog iets te doen had, maar toch. Ik heb nog steeds geen honger, heel raar, maar oké. Ik denk dat door de hoge temperaturen hier ik heel erg geen honger heb. Ik heb wel croissant op en wat snoepjes. Het is dus nu 9 uur. Ik ga ook nog het huis opruimen voordat ik wegga. Ik moet dus gewoon letterlijk opruimen en een paar dingen klaarzetten en zo. Er is niet echt een troep aangezien ik hier alleen was en ik ben er nooit thuis was, überhaupt. Dus het is niet echt een hele grote bende of zo. Maar gewoon ditjes en datjes dat ik gewoon eventjes moet opruimen. En ik ga ook mijn koffer inpakken alvast. Tenminste het grootste deel. Want morgenochtend vertrek ik al om 8 uur in de ochtend. Dus dan moet ik al klaar zijn en ik ga niet toch alles doen in de ochtend. Dus dat ga ik nu ook gelijk doen. Dat gaan we gewoon eventjes samen doen.
alles is opgeruimd, helemaal schoon. Ik heb niet alles gefilmd, want mijn batterij viel uit. Ik ben net klaar met stofzuigen en zo. Mijn dingen is ook helemaal ingepakt. Ik laat even zien. Ik laat ook echt heel veel hier achter. Dit is voor nu hoe het eruit ziet. Ik ga zonder make-up, dus al mijn make-up is ook al hierin. En dit is mijn handbagage. Ik ben dus klaar om morgenochtend weer naar huis te gaan. Ik ben dus hier in totaal 11 dagen geweest. Het was me echt een avontuur. Mijn eerste grote reis helemaal alleen naar Spanje. Ik heb echt superveel ook gevlogd en jullie zoveel mogelijk meegenomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit avontuur samen met mij aan te gaan. En het is de eerste keer, maar niet de laatste keer. Ik kom zeker nog vaker terug. Misschien ook andere landen die ik dan ook ga vloggen. En ik ben wel echt gewoon van plan om jullie gewoon echt overal mee te nemen. Dus ik hoop dat jullie net als ik hebben genoten van dit avontuur. Ik heb heel veel geleerd dat je echt best wel veel alleen kunt doen. Zoals dingen als naar het strand, winkelen, lunch. Dat zijn allemaal dingen die je echt prima alleen kunt doen. Ik heb ook geleerd wat wel echt leuker is met iemand. Bijvoorbeeld in drukte is het leuker als je met iemand bent bij een feest. Avondeten is ook wel echt leuker met iemand. Al is dat wel een mooi. Je kunt het op zich wel doen alleen als je gewoon naar een meer rustiger gebied gaat. Maar dat was voor mij nog wel het meest awkward om echt avondeten alleen te doen. Je ziet dan ook echt bijna niemand alleen. Ik vond het echt heel fijn om te leren wat ik alleen kan doen. Maar ook wat oprecht leuker is om niet alleen te doen. Want ja, af en toe is het gewoon echt leuker om met iemand te zijn. Er zijn nog wel een aantal dingen die ik niet heb gedaan die ik hier wel wilde doen. Maar die ga ik zeker nog in een volgend avontuur beleven. Maar ik moet zeggen, de trip is me echt meegevallen. Het alleen reizen is echt niet zo eng als dat ik had verwacht. Het is overal echt super positief geweest. Er is geen dag geweest dat ik echt iets had van, nou, ik wil naar huis of zo. Dus ja, ik heb mijn huisje wel gemist, obvious. Maar ik kom zeker weer snel terug. Als jij nou ook iemand bent die aan het twijfelen is om alleen te gaan, ik motiveer je echt om gewoon alleen te gaan. Begin gewoon klein. Begin met een reis niet al te ver. En zoek ook om naar welk land je gaat. Want niet elk land, ja, is veilig, zeg maar. Waar ik nu ben, is het wel echt heel veilig. Dus ik zou het ook gewoon aanraden. Ga lekker naar Spanje, Alicante, Valencia, dat soort gebieden. Barcelona. Dat soort gebieden zijn echt makkelijk. Het enige wat mij niet echt is gelukt is om te socializen. Ik zag ook heel veel online dat als je alleen reist dat makkelijker is. Het lukte mij niet echt om te socializen, want de meeste mensen zijn ook gewoon niet alleen. En het is niet echt dat er echt nou echt hele grote mogelijkheden waren om iemand te ontmoeten of zo. Ik denk dat als je alleen op reis gaat en niet een huis hebt, dat je dan in een hostel moet gaan. Ik denk dat een hostel ideaal is, omdat daar allemaal mensen zijn die alleen zijn op reis. En dan is het wel makkelijker om vrienden te maken. Want af en toe had ik het wel fijn gevonden als ik iets kon doen een keer met iemand bijvoorbeeld. Niet de hele reis, maar gewoon een keertje uit eten met iemand of whatever. Dus ik denk dat als ik op reis zou gaan weer alleen naar een land die ik niet ken, waar ik dus geen huis heb, dan ga ik zeker naar een hostel en niet naar een hotel, want anders ben ik gewoon weer alleen. Dus dat is ook iets wat ik heb geleerd. En dat is misschien ook wel iets waarin ik nog iets mee kan groeien ofzo. Maar goed, al met al super top. I loved it. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. En ik zie jullie weer snel in Nederland. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!